Ik kocht een tijdje terug voor 200 euro aan bitcoins. Na een week had ik 30 euro winst gemaakt. Ik vraag me af hoeveel procent dat is. We hebben al eerder van procenten naar aantallen gerekend. Nu kunnen we van aantallen het percentage uitrekenen. En zoals je misschien al wel verwacht, dat doen we met behulp van een verhoudingstabel. Eerst een verhoudingstabel met alle gegevens erin die we zeker weten. Dus aantal euro's 200 en 100%. Ik wil naar de 30 euro rekenen. Ik reken via de 1. Dus ik schrijf de sommen, delen door 200 en keer 30 bij de pijltjes. 100 delen door 200 is een half. Een half keer 30 is 15. Dus heb ik 15% winst gemaakt op de bitcoin. Als je onze video over procenten naar aantallen hebt gezien, komt deze methode je heel bekend voor. Bij eigenlijk alle opdrachten over procenten kun je verhoudingstabellen gebruiken. Maak een verhoudingstabel, vul in welke informatie je al weet, waar je naartoe wilt en reken de ontbrekende getallen uit. Laten we nog één voorbeeld doen. Op een voetbal kreeg ik 7 euro korting. Ik moest nog 21 euro betalen. Hoeveel procent korting kreeg ik? De originele prijs van de voetbal was 21 plus 7 is 28 euro. Dus nu kan ik mijn verhoudingstabel gaan invullen. Bedrag in euro's is 28, percentage is 100 en het kortingsbedrag is 7. Ik kan nu in één keer van 28 naar 7 rekenen, namelijk delen door 4. 100% gedeeld door 4 is 25. Ik heb dus 25% korting gekregen op de voetbal. Ik hoop dat deze video je helpt om beter met een verhoudingstabel te leren rekenen. Help WisWereld door onze video's te liken, te delen en vergeet je niet te abonneren. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende keer.